Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Forza Horizon 3. En deze keer gaan we rijden met deze super saaie Audi RS4. Tenminste, hij oogt super saai. Ik heb een perfect kleurtje uitgekozen, mooi grijs, normale kleur velgen, geen zwarte velgen of wat dan ook, nee, een beetje aluminium kleur. En ja, hij is niet saai. Verre van. Dit is naar mijn mening zo'n beetje de ultieme sleeper in deze game. Helemaal natuurlijk omdat ik Audi mooi vind. En sowieso het hele idee van de RS-lijn. En ook de M5 net zo, en AMG's net zo. Dat vind ik allemaal super vet. Ik heb het er al vaak over gehad. Gewoon auto's waarvan mensen denken. In dit geval waarschijnlijk Audi A4. Of gewoon een Audi. Omdat ze nog niet eens weten dat het een A4 is. Gewoon denk ik, oh nou, het zal wel. Die zal wel niet zo heel snel zijn. Maar als ik even gas geef met het ding. Zul je gelijk weten wat hierin zit. En wat ook het geheime wapen is namelijk. En dat is dit. Dat is de Aventador V12. Je kunt deze auto een engine conversion geven, dus met de V12. En als je hem dan vervolgens volledig upgrade, zorgt dat ervoor dat je 1540 pk krijgt. Niet kW, nee pk. En iets volgens mij ook van 1500 Nm aan koppel. Dat is een beetje veel. En zodoende heb ik met deze auto ook 438 gehaald uit mijn hoofd. Wat behoorlijk snel is voor een RS4. En voor eigenlijk elke andere auto. Tenminste, ik vind 438 behoorlijk hard. We gaan ook gewoon wat races doen op de straat. Om echt een beetje het sleepergevoel te hebben. En dan mag ik bakjes houden, dank u. Maar echt gewoon het sleepergevoel te hebben. Als ik deze auto, en ook gewoon een RS6, een normale RS6 die van de fabriek afkomt of wat dan ook. Dan is het gewoon leuk om zomaar naast iemand te staan bij het stoplicht. Hij denkt gewoon, oh, het is een Audi A6, diesel, whatever. Dan moet ik trouwens even naar de snelweg toe, dus we gaan heel even offroaden. En dan vervolgens is het een RS6. Dus dat gaan we nou gewoon even doen in-game. We gaan gewoon een paar auto's challengen. Dat moet ook. We rijden er nog steeds aan de verkeerde kant van de weg. Want ja, fuck dat. Ik ben gewend dat ik aan de andere kant moet rijden. Maar doe maar. We gaan dus gewoon wat auto's challengen. Bijvoorbeeld deze BMW. En die denkt zeg maar dan in dit geval. Hé, dat is een Audi A4. Dan moet ik makkelijk kunnen winnen. En dan geven we gas. En dan gebeurt er dit. Let ook vooral even op de snelheid. Want die klimt namelijk redelijk snel naar de 400 toe. Ik moet even op het verkeer letten. Dus ik kan niet op de snelheid letten. Snelheidsmeter. We slingeren een klein beetje. We krijgen eerst die dingen moeten ontwijken. En we gingen met 380 over de finish. Geen centje pijn. Dit ding is so fucking awesome. Maar ik ga gauw naar de straatrace toe. En dan zie ik jullie wel weer met deze awesome sleeper. En dan gaan we dan in de nacht met het beest. Het is echt zo'n prachtig iets. We rijden ook naast een Aventador en we rijden hem gewoon weg. We rijden al deze auto's waarschijnlijk weg. Omdat we zo snel accelereren. Het is echt fucking awesome. Ik heb zelf trouwens wel deze auto een beetje getuned ook. Gewoon alleen met de engine. Alleen met de engine conversion was hij niet zo snel. Dus ik heb hem wel wat moeten customizen qua gearing. We halen zelfs mensen in terwijl we off-road rijden. Wat dacht je daarvan? We zullen wel even op de weg blijven. We gingen tegen een andere A4 aan. Sorry. Maar het zal wel helpen als we op het asfalt rijden natuurlijk. Maar je kunt er gewoon mee off-roaden. Geen centje pijn. En we zijn op weg dus naar het vliegveld. En we gaan nou even de TDF inhalen. Dan de Aventador. Als het een beetje mee zit. Dan kan jij. Dank u. Oh, kut. Af en toe moet je een beetje goed opletten en remmen en shit. En bijremmen voornamelijk, anders heb je gewoon een probleem. We gaan echt gewoon offroaden. Even over dirt heen en weer op asfalt. Het belangrijkste voor mij is dat ik de checkpoints überhaupt haal. Want we slippen wel een beetje heel veel, moet ik zeggen. Maar dat is aan de andere kant ook wel een beetje logisch. Sorry, auto. We hebben 1540 pk nogmaals. Dat houdt geen enkele auto. Je slipt sowieso. En helemaal zonder traction control wat ik heb. Dan wordt het niet heel veel makkelijker. We vliegen gewoon rechtdoor. Waarom niet?
Oh, dit is echt zo prachtig, jongen. Dit was dus mijn geheime wapen. En je kunt wel zien dat ondanks dat het een beetje beroerd is af en toe met glijden. En ik zag die auto gewoon niet aankomen. Dat meen ik serieus. Ik zag wel iets een lampje en dingen. Het zal wel zo in de vette zijn. Maar hij was iets dichterbij. Maar ondanks dat we heel veel glijden, had deze sowieso gewonnen bij die race met de Supra en de Skyline. Vooral op het laatste stuk, voor snelheid, topspeed, was dat helemaal goed gekomen. Oh, we springen even. Ook leuk. Oh, come on. Oké, het laatste rechte stuk. We zijn ingehaald door mensen, dat is minder. We halen even de Ultima in. Gaan we dit redden? Op weg naar de finish. Ondanks onze fout. Daar hebben we de Ferrari. Bye bye Ferrari. Bye bye iedereen. Het is zo fantastisch, jongen. Zo geweldig. Tikken we de 400 nog aan? Net 3,99. Come on. Dat, zo doe je. Zo haal je een race. Gewoon nog even aan het einde. Even derde staan. En dan gewoon. Wop. Zo iedereen voorbij trekken. Fucking geweldig. We gaan gauw verder. We gaan nog heel veel wat head-to-head challenges doen. Zullen we nog wat meer straatraces unlocken? Dan gaan we de Tesla upgraden. Aan het einde ga ik nog even met de Riviera kloten in achteruit. En dan hebben we weer een nieuwe straatrace. De 1v1 stelt echt geen zak voor. Dat was echt gewoon ja, gas geven en klaar zijn, maar je hebt gewonnen. Vooral hier bij de snelweg, dan haal je zo 400 en dan ben je iedereen voorbij. Doorrijden jongen, Aventador. Speed up. Langzaam ding. Is zo geweldig. Ik zal straks na deze race ook nog wel even een topspeed run doen op de snelweg. Kun je een beetje zien wat het is. Want die hebben we nog niet gehaald. We hebben alleen 3,99 gehaald op het vliegveld. En toen hield het op. En ik moet heel hard opletten natuurlijk. Oh, op Civis ook. Maar deze auto in de bochten. Vaak ga je te snel. Laat ik het opbouwen. Hij remt wel en hij stuurt wel. Dat is allemaal het probleem niet. Maar ongeveer ergens in de 200. En niet bij de 300 nog wat. En omdat deze auto zo snel is, zit je meestal ja, op een te hoge snelheid om een beetje fatsoenlijk de bochten te nemen. Want dit gaat op zich allemaal lekker zo, maar ik moet gewoon iets rustiger aan doen. En voor het geval dat hebben we dan alle kracht op. Dat is een beetje het idee van deze auto volgens mij. En ik blijf het echt een fucking awesome ding vinden, dat sowieso. Hierna gaan we dus zo even een topspeedrun doen. Daarna vervolgens de Tesla tunen. En ik ben heel erg benieuwd wat je kunt doen met de Tesla. Ik hoop aardig wat en dat je hem echt nog sneller kunt maken of zo, maar we zullen zien. Het is echt een verrassing. En daarna gaan we nog even met Regera kloten. We gaan ook een race doen met de Tesla. En als het een beetje mee zit, is dat een nieuwe straatrace. En dan kunnen we volgens de Midnight Battle doen. Dat doen we natuurlijk weer met de Audi R8. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Dat is gewoon onze Midnight Battle auto. Dus we hebben nog aardig wat actie en variatie in deze video. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk kunnen waarderen. En ik hoop ook dat je deze RS4 gewoon fucking awesome vindt. We hebben gewoon gewonnen. Zonder dat ik echt extreem hard heb gereden. Dus dat toont alleen maar aan. Je kunt wel gewoon een race rijden met deze auto. En heb je dan een lang recht stuk, zoals aan het einde. Dan is het gewoon vol gas geven. En je bent zeker van je overwinning. Dus het is echt een fucking awesome auto. En ik raad hem zeker aan. We gaan nu even een topspeedrun doen. Inmiddels is het gaan regenen, wat niet zo heel super chill is natuurlijk, maar de RS4 heeft quattro. Dus als het goed is, moet het goed komen. En gaan we daadwerkelijk vooruit. Ik ben benieuwd, het is natuurlijk ook wel donker, dus je kunt niet heel makkelijk alles zien en ontwijken. Helemaal de weg volgen is een beetje lastig daardoor. Maar ik doe mijn best, in ieder geval. We hebben de Midnight Battle ook al unlocked. Blijkbaar was dit al de tweede race, dus ik zou hem nog niet eens door. En we moeten nu nog 4 races doen en dan locken we de laatste Midnight Battle. Dus dat kunnen we mooi doen in een van de volgende parts nog. Dan hebben we nog iets nieuws om te unlocken. En we rijden 438 inmiddels al, als je nog niet doorraadt. Dat is de top van deze auto. Toen knalde ik tegen een boom aan en een auto. In andere volgorde, eerst tegen de auto en toen tegen de boom. En dat is de top. Maar hij komt er vrij snel eigenlijk. En ook wel in de rechte lijn, hij slingert niet, hij doet helemaal niks. Ondanks dat het ook nog regent. Dus zoals ik net ook al zei, het is zeker een aanrader en je kunt er heel veel plezier in hebben. En als je ook voor leaderboard dingen gaat, is het misschien wel een hele fijne auto, omdat je heel snel accelereert. Dus als je voor de flitspalen gaat, zeg maar, dan heb je meestal wel een hoge snelheid. Dus dat is misschien ook wel handig om te gebruiken. Wij gaan nu in ieder geval de Tesla upgraden en ik ben zo fucking benieuwd wat je daar allemaal mee kunt doen. En dan hebben we dan de Tesla Model S 90D met Ludicrous Mode. En ja,
Dit ding, ik heb er net mee gereden dan hier naartoe naar deze plek. Het is hard wennen, omdat je geen geluid hebt. En ik weet dat ook heel veel mensen willen dat ik elke keer in een cockpit ga. Ik vind het persoonlijk totaal niet fijn om mee te rijden. Maar ja, in deze en je hoort het geluid trouwens ook minder. Maar in deze auto maakt het niet uit. Ik zal namelijk een heel klein stukje rijden. Dat is alles wat je hoort. En hij is eigenlijk vrij langzaam. Dat ik totaal niet verwacht. Helemaal met ludicrous mode enzovoort. Ik vind het niet echt zo snel accelereren, als ik eerlijk ben. Want iedereen doet altijd net. Het is direct. Dat is het enige verschil. Maar misschien helpt het dat ik dit doe, maar ja, we zijn nu op de 100, maar ik weet niet. Voor mijn gevoel is hij langzaam. Hij voelt heel erg langzaam. En dat kan ook deels komen, bij mij dan tenminste, omdat ik het geluid mis. Het geluid doet zoveel. En ik heb het er ook al eerder over gehad waarom ik een Golf 5 GTI niet heb gekocht, maar juist de R230. En dat is mede door het geluid. V6 geluid. Klinkt gewoon veel mooier. Ondanks dat de GTI met die ten eerste al iets van 6.000 tot 8.000 euro gekopen was. Een GTI in de tijd dat ik mijn R230 kocht. Was toen nog zo dat je hem zeg maar voor 500 euro kon je hem tunen, chip tunen. En dan was die sneller dan de R230. Alleen, dus dat zou je zeggen, de domme sluit. Maar snelheid is niet alles. Geluid en belevenis is net zo belangrijk. En vandaar dat ik ook de R230 heb gekozen bovenover de GTI. Naast dat hij de waarde wat langer vasthoudt en andere dingen, maar dat is een ander verhaal. Maar ik mis bij deze Tesla het geluid. Je hoort nu alleen de banden en al het zand en het grind en shit. En that's it. Als we in de auto zitten is het net zo gezellig. Ik vind het niks. Echt, ik kan er niet aan wennen aan elektrische auto's. Ik moet geluid hebben in een auto. Als wij straks die Midnight Battle gaan doen, dan horen we een geweldige V10 in die R8. En dan komt er gewoon, dat tovert al een smile op je gezicht. Dit tovert geen smile op mijn gezicht, dat meen ik serieus. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken. Ik vind het in ieder geval echt keihard wennen en ik kan er eigenlijk niet aan wennen tot nu toe. Het zijn prima auto's, goed voor milieu, allemaal prima. Maar ik zal dan de laatste zijn die op benzine rijdt of zo. En dan de rest die is dan maar de compromis of zo. Whatever. Die compenseert het zeg maar voor mij. Ik nee. Dit is niet mijn ding. Maar we gaan hem upgraden. We gaan eens even kijken hoe en wat hij kan. En of hij ook wat sneller wordt. Want ik vind hem ook behoorlijk langzaam. En dan hebben we hem dan in de upgrade shop. En er valt gelijk één ding op. Conversion is er niet. Motor is er niet. Want die staan normaal voor deze remschijf. En we hebben nu een accu en een elektromotor. En dat zal sowieso zijn om hem sneller te maken. Maar we beginnen gewoon bij de eerste. We gaan de remmen upgraden. Alle upgrades zijn natuurlijk weer gratis. Dat, ja, ik blijf het herhalen voor de mensen die niet weten en zeggen van hé, dat klopt iets niet. Dat is dus een perk die je kunt krijgen en dan zijn alle upgrades gratis. Voor de rest, we maken hem een heel stuk lichter. Dat mag ook wel met al die fucking accu's erin. Driveline. Heel veel dingen missen natuurlijk nu. En dat is ook wel dat wel cool. Omdat er geen versnellingsbak is of wat dan ook. Dus sommige dingen die zijn er gewoon niet. En ik heb off-road tires gepakt. Dat is niet de bedoeling. Ik zag hier niet mee off-road gaan met dit ding. Absoluut niet. Niet aan te raden. Andere velgjes. Nou, sowieso. Het vuil gooien we erop. Deze velgen, ik pak ze altijd. Omdat ik ze wel oké vind. En ze zijn heel licht. Dus ondanks dat het misschien niet staat, fuck it voor nu. Het is een fucking Tesla. Sowieso die voorkant is weer lelijk. Ja, we gaan er gewoon een lelijke Tesla van maken. Oh wow, we kunnen er een lipspoiler op zetten. Dat heet een street rear wing, blijkbaar. Ja. We gooien er gewoon... dat ding op, want geweldig. We zijn nu bij de motor en battery. High voltage battery packs and generators transmit power to electric motors and drive wheels. Battery motor upgrades increase power output and durability. Dat is of iets te maken met durability in ieder geval. Ah, het kan wel trouwens. En we krijgen er dus nou iets meer bij. Wat is nu onze 1258 Newtonmeter. Ongeveer 700 pk denk ik. Iets minder. Iets minder. 1686 kilo. Dat is niet niks. We hebben hem volledig geüpgrade. Woehoe, dat was geweldig. Dat, ja. We gaan even van 2200 kilo trouwens. Na 1600 of wat ik was.
Dit ding is zwaar, standaard. Echt zwaar. Maar ja, dat krijg je door al die accu's. Dat is nogal wie dit is. Ga even kijken of we nog een prachtige paintjob kunnen vinden. We maken er gewoon een lelijk kutding van. En dan staat hij dan. Als het nog niet duidelijk was dat het een Tesla is, het staat aan alle kanten. Het staat zelfs achter op de bumper. Volgens mensen denken, wow, wat is dat voor spaceship? Vooral qua geluid. Dan weten ze nu dat het een Tesla is. We accelereren sneller, dat merk ik wel. Oh, die ik krijg gewoon koppijn hiervan, man. We gaan een race doen trouwens tegen die credit auto die ik daar op de minimap zie. Dus kijken of we kunnen winnen. We hebben gelijk wat credit. Wat die auto wel weer sponsort. Want deze auto was 90.000, volgens mij was niet als te goedkoop. Hard. Nou, dat zegt al genoeg. Dat zegt echt al genoeg. Kijk, oh, dat voelt gewoon zoveel weer. Ik zou gewoon naast hem blijven rijden. Oh, dat geluid. Ik hou van jouw Viper. Sowieso vind ik het geluid van de Viper ook wel mooi. Maar hij heeft fucking motorgeluid. I love you. Oh, ik kan niet tegen dat stille geluid. Absoluut niet. We knallen tegen een boom aan. Want Greenpeace en zo. Beter voor het milieu. Oké, okay, keep left deze Tesla. Echt. Dit geluid dan. We gaan in de auto zitten. Mensen wouden een race in de auto. Oh. We gaan rewinden in de auto. We gaan heel even naar links. Ik heb wel echt de mooiste auto voor jullie uitgekozen. Jullie zijn sowieso heel blij. Dat ik dit doe met de Tesla. Voor de mensen die elke keer zeiden van ik wil een cockpit view. Ah, je hebt het nu. Wees blij. Geweldige Tesla. Het ding heeft trouwens wel redelijk veel grip moeten hebben. Dat doet hij nog wel. Oh, we gaan een driftzone in. Driften met de Tesla. Nou, laten we niet doen. Stop. Failed. Dit ding kan zelfs nog off-road in. Ja, ja. Hij is zelfs aan het driften, momenteel. Hij kan daadwerkelijk driften. Wie had dat gedacht? Ik niet, in ieder geval. Ja. Nogmaals, laat in de comments weten wat je van de Tesla vindt, überhaupt. Ik vind het goed dat ze er zijn. En allemaal prima. Zeg maar dat mensen het kopen. Het is niet aan mij besteed. Absoluut niet. Maar wat ik wel weer vet vind is wat ze bijvoorbeeld met de 918 doen. Bij Porsche. De P1. McLaren natuurlijk. En de Ferrari. LaFerrari. Dat is een combinatie maken. Van echt een hybride in principe. Maar dan op een totaal andere manier dan een standaard Toyota Prius. En dat is gewoon de beste dingen van beide werelden pakken. En dat combineren. En dat zou ik wel willen hebben. Want dat vind ik wel heel vet bij een P1 enzovoort. Dat is gewoon goed verwerkt. Maar dan hoor je ook gewoon nog het motorgeluid. Want luister naar dit geweldige geluid. Dat is zo prachtig. Ik kan je niet tegen. Oh, we zijn aan het redlinen. Dat klinkt mooi. Wat een kutauto. Echt wat een kutauto. Ik wil er geen seconde langer meer naar luisteren. Wij gaan gauw de Midnight Challenge doen met de R8. Please, geef maar weer een motorgeluid. Oké, daar staan we dan. Met de R8 V10 Plus. Je hoort hem heel iets pruttelen. Zachtjes op de achtergrond. We gaan eens even rijden. En genieten. Van geluid in een auto. Holy crap. Instant kippenvel. Wat is dit fijn om weer te horen, zeg. Fucking hell. Ah, het is wel heel fijn. We gaan naar de Midnight Challenge toe. Dat is niet zo heel ver rijden. Dus deze kant op. En dan in principe rechtuit blijven rijden. Zo heel moeilijk is het niet. En ik ben zo fucking benieuwd wat voor auto we krijgen. Het is sowieso een auto met een bodykit. Daar heb ik de vorige keer ook over gehad. De M3 had een bodykit. En de Buick had het. Dus ik is vrijwel zeker in principe dat deze auto ook een bodykit heeft. Voor de rest. Sorry Mazda 3. Denk ik dat het een Japanner is. Waarom? Omdat we de eerste keer een Europeaan hadden, zeg maar. De BMW uit Duitsland natuurlijk. En de tweede keer hadden we een Amerikaan. De Buick. Dus ik denk nu een Japanner. Ik weet alleen niet welke. Het zou de BRZ kunnen zijn. Dat is een auto met een bodykit namelijk. De GTR zou ook kunnen. Maar GTR hebben we al. Nou ja, niet de normale versie. Maar de Horizon Edition. En nog een versie. Volgens mij. Oh ja, de raceversie, dat was het hem. En de BZ heb ik ook al, dus dat is kut. Maar het is een Mazda! RX-7! Holy fucking crap! Nice game!
echt nice. Dus je denkt, waarom ben je zo blij met de Mazda RX-7? Dat komt omdat deze auto niet te koop is. Ik had namelijk het idee om een driftbuild te doen voor de BMW M3 aan. Oorspronkelijk was het plan om een RX-7 te pakken. Alleen de RX-7 is niet te koop. Dus ik ben heel erg blij, aangezien we nou dus wel een RX-7 hebben. Dus dat is fucking awesome, want in Need for Speed was dat best een fijne driftauto. Ik vind het geen mooie auto. Persoonlijk, qua achterkant niet en echt achterlicht is niet mijn ding. Maar in Need for Speed was het een hele fijne driftauto. En ik wou gewoon kijken of die in deze game ook heel erg fijn driftte. En dat kon dus niet. Maar nu kunnen we het wel. Challenge races, sowieso. Dit gaan we winnen. Dat is niet zo moeilijk. Maar we hebben dan vervolgens een RX-7. Daar ben ik fucking blij mee, game. En dan gaan we dan weer met het monster genaamd de R8. Want dit is ook echt een beest. Vooral met die Midnight Challenge is echt zo leuk om te gebruiken. Hè? Vooral om deze reden. Je rijdt mensen gelijk eruit. Dat is echt geweldig. Ja, ik heb zo net al een foto gemaakt. Maar meestal doe ik dat. Dan krijg je het niet mee. Een fotomoment is altijd een pauzemoment zo in de video. Ik heb de race gestart. En dan vervolgens gelijk in fotomodus gegaan. En dan weer afgesloten. Of restart, hoe je het noemen. Want de RX-7 is natuurlijk een unieke auto voor dat. Hij heeft nog nooit rondgereden in mijn game. Hij is niet te koop in een autoshow. En ja, dan kun je moeilijk een foto krijgen natuurlijk. Ja, tenzij dat iemand een multiplayer hem heeft en daarmee rondrijdt. Maar dat is zeg maar een soort unieke auto. Dus als je voor de complete promo collectie gaat, wat dus inhoudt dat je van alle auto's in de game een foto moet maken, dan moet je sowieso deze race doen, anders heb je zelf geen RX-7 en dan kun je geen foto maken. Tenzij, nogmaals, als je multiplayer gaat, etcetera. Maar dat is een ander verhaal. We zijn gelijk even aan het offroaden. Ik mis een checkpoint. Daar was ik al bang voor. Dat is ook te ver weg. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dat is net te ver naar links. Maakt niet uit. Audi Quattro systeem natuurlijk. Komt helemaal goed. Rally technologie in de auto. Dan kunnen we wel even offroaden. Daar doen we niet moeilijk over. Sowieso, dit blijft echt een van de betere auto's in de game, naar mijn mening. Hij rijdt super fijn. Veel grip, kan driften als het moet, remt goed en is gewoon super chill op alle manieren. Echt een aanrader, sowieso. Maar nou ben ik natuurlijk ook wel een beetje bevooroordeeld, zoals al met de RS4 en ook met de R8 en dergelijke. Ik ben wel een Audi fan, dat blijkt wel een beetje. Maar ja, daarom zijn de auto's ook nog steeds wel goed. En we gaan nu weer mooi even offroaden. Over deze mooie heuveltjes. De RX-7 is echt nergens te bekennen. Maar we echt al waar dat ding is. Hebben we de checkpoint gemist? Ja, daar was ik ook al bang voor. Deze was dichterbij dan die van net. Maar ja, zulke fouten kunnen we ons ook wel permitteren. Ik kan eens een rondje draaien. Het maakt allemaal geen zak uit. Zullen we een rondje draaien? Dan moet ik wel even die checkpoint meepakken. Waar is dat ding? Waar is die RX-7? Komt die nog? Oh, daar is die. Is hem dat niet? Ja, dat is hem maar. Ja, dat is hem. Oké. 76%. Nou ja. Het maakt er niet uit nu. We winnen toch wel. Maar het gaat puur even om het idee. Of je nou met een seconde wint of met een minuut. Dat boeit niet. Winnen is winnen. En die RX-7, die wint niet. Zie, dat bedoel ik. Doei RX-7. Was gezellig. We kunnen rustig wachten en even kijken hoe die RX-7 aankomt rijden. Deze races zijn te makkelijk. Die Midnight Chances zijn echt veel te makkelijk. Vooral als je natuurlijk wat verder in de game bent. Ben je nog niet zo ver in de game, dan is het misschien best wel een uitdaging. En ook cool om dan gelijk een nieuwe auto te krijgen waarmee je de race kunt doen. Maar ja, zo hebben wij de game niet behandeld. Dus voor ons is het super easy. En hij finisht nu pas. 5 seconden later. Als we gelijk door waren gereden en ik had niet gewacht op hem. Ja, dan was het 25 seconden geweest of zo. Makkelijk. We hebben de RX-7 erbij. Die gaan we in de volgende part wel even bewonderen. We gaan nu alleen nog even met de Regera in de achteruit rijden. En ik ben benieuwd wat het doet. Het schijnt heel snel te zijn in achteruit. Maar daar komen we op een manier achter. En dat is door te proberen. En dan staan we dan met de Regera. Dat ging dan maar net goed met die 1-1. Holy crap. We staan op een rechtstuk van de weg. Ik heb traction control aangezet even. Aangezien dit ding gewoon onbestuurbaar is zonder. Ook in achteruit. En we gaan eens even kijken. Als het goed is hij dus heel erg snel. Ik ben benieuwd. Hij slipt alsnog wel. Stop met slippen. Dank u.
Het probleem is, ik moet dan sturen in achteruit. En als iets kut is, dan is het sturen in achteruit. Hij gaat er wel 200. Kan hij gewoon beide kanten het 400 halen? Dat zal wat boos zijn. Ik doe mijn best om hem op de baan te houden, voor de duidelijkheid. 370, 380. Daar lag ongeveer het einde, denk ik. Denk ik. Alleen dan komt een bocht, dus dat is sowieso lastig nogmaals. En achteruit is alles een stukje moeilijker. Want dan is het net zo met een heftruck. Een heftruck heeft ook besturing achteraan. Dat is ook niet altijd even makkelijk om mee te sturen. Ik zeg even te kijken qua topspeed. Waar we nu op zitten en of hij dan limit. Ja, hij limit op 376. Dat is de limiet van de Regera in achteruit. En we remmen nu, alleen dat is zelfs achteruit rijden en ja, dat duurde wel even. Dat is wel cool. Dat is echt wel cool. Volgens mij was het Max die erom vroeg ook een keer. Die heeft om meerdere video's heeft iets gevraagd. Oeh. Gelijk aangegeven aan een andere Regera. Oh, en die BMW die draait een rondje. Omdat het blijkbaar heel cool zou zijn. Nou, dat is zeker wel. Het is wel awesome om 376 te rijden achterwaarts. Zeker apart. Niet echt een heel fijn gevoel, denk ik, als je in de auto zit. Maar dat is een ander verhaal. Lijkt me een leuke afsluiten voor deze part. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. Zie ik je weer in de volgende video. Laters!